De reclame van het Hollandse broodje worst kennen we allemaal. Maar wat is dat precies, het Hollandst? Bestaat er zoiets als de ideale Nederlander of een Nederlandse nationale identiteit? En zo ja, wanneer is die ontstaan? Historisch letterkundige Lotte Jensen bestudeert Nederlandse cultuurhistorische bronnen op zoek naar de wortels van de Nederlandse identiteit. Ik hou me bezig met de Nederlandse identiteit en vooral het ontstaan daarvan. Waar komt het vandaan? En ik ben zo gefascineerd door dit onderwerp omdat ik zelf Deens ben van geboorte. Dus ik ben eigenlijk helemaal geen Nederlander. Maar ik sta zelf tussen twee nationaliteiten in. En dat maakt dat ik me ook voortdurend afvraag, wat is het nu eigenlijk precies om Nederlander te zijn? En waar komen die gevoelens van Nederlanderschap vandaan? Er is al heel veel onderzoek gedaan naar Nederlandse identiteitsvorming en nationalisme. Maar dat onderzoek richt zich vooral op de 19e eeuw. Omdat toen het nationalisme het sterkste tot uiting kwam. En ik kijk vooral naar de periode daarvoor, om te zien waar de culturele wortels van dat nationalisme liggen. Ik onderzoek vooral de periode 1648 tot 1815. Dat is vanaf de Vrede van Münster, toen de Republiek onafhankelijk werd, tot aan 1815, de nederlaag van Napoleon zou je kunnen zeggen, toen een nieuw Europa werd gevormd. Ik kijk vooral naar cultuurhistorische bronnen. Dat zijn liederen, pamfletten, gedichten, verhandelingen, om te zien hoe Nederlanderschap daar tot uitdrukking komt. En naar momenten van oorlog en vrede. Want dat zijn momenten waarop schrijvers het meest duidelijk zeggen wat het is om Nederlander te zijn. Op momenten van oorlog heb je te maken met een vijand. Maar op momenten van vrede benadruk je de eenheid van een land. En gij die alleen een volk onsterfelijk maakt. Voor wien in het Nederlands hart de erkentenis eeuwig blaakt. O, schoonste flonkerstar in Hollands praalgesteente. Gij, afgod van de vloot en lieveling der gemeente, de ruiter, ideaal van deugd, beleid en macht en trouw en vrijheidsmin, tot één geheel gebracht. Ja, dit was een citaat uit de Hollandse Natie van Jan Frederik Helmers, geschreven in 1812 en het is een van de meest nationalistische gedichten uit onze literatuur. Het ging over Michiel de Ruiter, een van Nederlands helden. En wat je ziet is dat het toen eigenlijk heel normaal was om dit soort nationalistische uitingen te doen. Maar je moet het in de context van die tijd plaatsen. In een oorlogscontext waarin tegen Napoleon werd gevochten. Nou, er is een soort eeuwigdurende strijd tussen de Orangisten, die de stadhouder aanhangen, of de nazaten van Willem van Oranje, en de staatsgezinden of patriotten. En dat zijn eigenlijk de vijanden van de stadhouder. En die strijd die zie je ook voortdurend terug in de bronnen die ik bestudeer. Want die twee groepen hebben ook een andere opvatting over hoe Nederland eruit zou moeten zien. En hoe de ideale Nederlander eruit zou moeten zien. En die twee stemmen die komen eigenlijk pas bij elkaar in de strijd tegen Napoleon. Dus dan zie je een soort verzoeningsgezind verhaal optreden. Waarbij er echt voor één Nederlanderschap gepleit wordt. Het leuke van dit onderzoek is dat ik voortdurend nieuwe bronnen tegenkom of vergeten schrijvers waar ik nooit eerder van gehoord had. Dus het blijft leuk en interessant om dit onderwerp verder uit te diepen. En mijn droom is eigenlijk om een handboek te schrijven over Nederlandse identiteitsgeschiedenis. Dat hebben ze al in Denemarken, een handboek Deense identiteitsgeschiedenis. En wat zou het mooi zijn als we dat hier ook konden maken.